Een fragment uit de Anitri Paasang vanmorgen uitgevoerd door leerlingen van de Saron en Axel School. Deze Paasang is georganiseerd in het kader van de Stille Week. Het muzikaal evenement is gehouden op de parkeerplaats naast de rotonde van de Slangenhoutstraat. De scholen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname EBGS staan bekend als de zingende scholen, zegt Nancy Dixon, schoolleider van de Axel School. Vandaag hebben de Axel en Saron School de echte Anitri-liederen gezongen. Anitri-liederen zijn EBG-liederen die voor een groot deel in het Surinaams worden gezongen. Het initiatief voor de Anitri Paasang komt van directeur Mildred Demon van de Stichting Onderwijs der EBGS. De EBGS wil middels zang alle Surinamers herinneren aan het offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht. Volgens schoolleider Dixon krijgt deze activiteit een jaarlijks karakter. De bedoeling is dat het een continuerend karakter krijgt. 3 keer in het jaar, 1 keer in december. Dat is dan de kersttijd in Leiden. En dan hebben we in april is van de Leidenstijd en de Pasen in te Leiden. En dan hebben we in augustus weer 1. Dat is de augustusmaand, Hernuttermaand. Een hele belangrijke maand bij de EDG. Hallo Nancy Dixon, schoolleider van de Axel School. We spraken haar vanmorgen in verband met de Anitri Paasang door leerlingen van de Axel en Saron School.